Goedemiddag kerk, ga lekker zitten. Het is goed om hier te kunnen zijn met elkaar. We hebben al een mooie start van de dag gehad met Kees. Ik zal hem zo introduceren. Ik denk dat het mooi is om in church te zijn. God te kunnen aanbidden, samen avondmaal te vieren. En het is natuurlijk een historisch weekend voor ons als land. En ik denk dat het mooi is en ook belangrijk is om er een moment bij stil te staan. Dat wil het moment ook graag nemen voor de mensen die misschien daar met allerlei... Ik denk iedereen van ons heeft een andere beleving. En ik weet niet of je mee hebt gekeken of mee hebt geluisterd of gelezen of teruggezien. Gisteren de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Waar we 160 jaar geleden, maar in feite eigenlijk pas 150 jaar geleden... de laatste slaven binnen ons Nederlands Koninkrijk vrijheid hebben kunnen geven. En wat dat allemaal heeft betekend en de verhalen die erachter zitten. En wat het betekent voor de mensen die ook vandaag de dag nog daaronder lijden, daarmee te maken hebben. En dat is voor iedereen iets anders. Ik denk, voor iedereen is het ook, we hebben ook respect voor een andere beleving. En er kwam net nog iemand naar me toe, naar de dienst, en die zei, ik heb dat nooit zo gezien. Voor mij was het altijd iets wat uit de geschiedenis kwam, wat we gelukkig achter ons hebben kunnen laten. En verder raakte het me niet meer persoonlijk in die zin, dat ik me niet kon voorstellen dat dat nu nog doorleefde. En hij zei, ik heb dat, mijn ogen zijn open gegaan. En ik denk wat zo belangrijk is, dat is niet iets wat ik opeens wil aanpraten, maar wat belangrijk is voor ons als kerk. Juist ook omdat we zo'n veelzijdige community zijn, zoveel verschillende mensen met verschillende achtergronden, is het belangrijk en kostbaar om bij zulke momenten stil te staan. En in dit geval is het niet omdat iedereen dit weekend de slavernij herdenkt, dat we daar ook iets over moeten zeggen. Maar het is juist andersom dat ik dit moment wil nemen als pastor van de kerk hier. Om ook voor ons als kerk is het kostbaar, is een belangrijk moment van reflectie en van stilstaan bij de dingen die niet goed zijn geweest in de geschiedenis van ons land. Notabene, vaak met de Bijbel in de hand. Soms in naam van het christendom of zelfs in naam van evangelisatie. En soms gewoon omdat het wettelijk gezien niet mocht in Nederland, maar gek genoeg wel buiten onze Nederlandse grenzen. In de koloniën die we toen hadden. En ik denk dat het niet goed is geweest. Ik denk dat we daarover eens zijn. Maar wat nog veel belangrijker is, is dat denk ik vandaag de dag nog steeds mensen, misschien jij ook wel, deel bent van het verhaal dat nooit opeens echt over was. Dingen die naleven. Dingen die erin geslepen zijn in onze maatschappij. En je denken, de oma van Chelsea, haar oma is nog in slavernij geboren. Op een plantage in Suriname. En ik denk, zo dichtbij kan het zijn. En voor sommigen van ons is het misschien ook zo. Ik denk dat het belangrijk is dat we als kerk juist ook dan stilstaan bij wat het betekent voor ons vandaag de dag. Misschien je buurman of je buurvrouw die dit heel intens beleeft. Die hier misschien de dagelijkse gevolgen nog van meedraagt. Zoals mensen uit ons team die hebben gedeeld over de verhalen die zij meemaken in hun dagelijkse wereld. Dingen die ik misschien niet kan voorstellen als witte Nederlander. En dat ik denk, en toch als kerk ook is het voor ons zo belangrijk dat we hier veel meer over bij moeten stilstaan, over moeten nadenken. En dat we een stem moeten zijn waar dat kan. Dat we moeten luisteren waar dat kan. Dat we met elkaar moeten praten waar dat kan. Maar vooral moeten proberen te begrijpen. Proberen in te leven, proberen te voelen. En dat is eigenlijk iets wat vooral ook dit weekend voor ons als kerk denk ik ook zo kostbaar is. De aanleiding van het vieren en het herdenken van de slavernij. Niet het vieren, sorry, het vieren van het stoppen van de slavernij. Maar tegelijkertijd wat dat betekent voor ons en voor sommigen van ons vandaag de dag. Er zijn zoveel mensen die deel zijn van de kerk uit Suriname, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius, Bonaire. Maar ook misschien mensen die een roots hebben in Ghana of Nigeria. Landen waar zoveel mensen vandaan gehaald zijn. Maar ook in het oosten van ons toenmalige koninkrijk. Er zijn mensen hier met Indonesische roots, Javaanse roots. Er zijn mensen hier die uit Sri Lanka, wat een kolonie is geweest van Nederland. Stukken van India. De geschiedenis is zo veelzijdig. En ik denk wat belangrijk voor ons is als mensen, om dat nooit alleen maar achter ons te laten. En als kerk denk ik dat het belangrijk is om ook te kijken naar wie zijn we nu. En hoe gaan we met elkaar om. En hoe goed zijn we eigenlijk echt in het luisteren naar elkaar. Het begrijpen van elkaar. Het zien van elkaar. En ik wil ook in dienst daarom ook, belangrijk vind ik het om stil te staan en mijn excuses aan te bieden als kerk. Voor denk ik de blinde vlekken en ook de gaten die we hebben laten vallen. Op het gebied van dat je je misschien niet altijd 100% evenwaardig hebt gevoeld. Of gelijkwaardig hebt gevoeld. Misschien zijn er mensen die hebben ervaren dat je toch iets anders behandeld bent geweest. Of het gevoel van jouw verhaal of jouw cultuur of jouw achtergrond heeft niet op die manier dezelfde ruimte gekregen als dat van anderen in de kerk. Het kan zijn dat je misschien onbegrepen hebt gevoeld binnen je connect of binnen je team. Of ongehoord.
Of dat je te veel hebt moeten gaan van de dingen die jou eigen maken. En ik hoop dat het iets is waar we als kerk ook van mogen leren. En vooruit kunnen kijken en kunnen zeggen, Heer, help ons. Want de kerk zou de mooiste plaats van genezing en herstel moeten zijn. De maatschappij zou ons moeten kijken en kunnen zien van hoe dat daar gebeurt. Dat is een voorbeeld voor ons allemaal. En ik denk dat soms gebeurt en soms ook niet. En voor mij is het een verantwoordelijkheid die ik zwaar voel. Waar we denk ik als kerk nog zoveel stappen te gaan hebben. Nog zoveel meer kunnen doen en moeten doen. Misschien zijn we soms op sommige momenten niet een stem geweest als we dat wel hadden moeten zijn. Misschien is het dat we niet vaak genoeg de ruimte hebben gecreëerd om te leren en te luisteren en te praten over de dingen die echt belangrijk zijn op dit gebied. En daar wil ik sorry voor zeggen. Als zelfs in Den Haag, we gaan nu 27, 28 jaar mee. En ik denk dat er mensen zijn die ook in die reis misschien dat verdriet hebben gevoeld. En juist op de plaats waar je zou hopen dat je daar dat kunt uiten, dat misschien niet altijd hebben gekund. Niet altijd begrepen bent geweest. En ik hoop en ik verlang ernaar dat we vooruit kunnen kijken en kunnen zien dat Gods werk hierin, maar ook onze inzet als mensen en als community samen, heel veel moois kan doen. In het werk waar nog gaten liggen, waar nog blinde vlekken zijn. En waar wij ook, en ook als leiderschap in de kerk en ook als mensen onderling, waar we denk ik nog zoveel beter moeten en beter kunnen. En daarom wil ik dit moment nemen. En ik vind het kostbaar dat we als land, dat de woorden die de koning gisteren heeft uitgesproken. En ik wil niet meeliften omdat dat nou eenmaal gedaan is en dat nou eenmaal gezegd is. Maar ik denk dat dit weekend een mooi moment is voor ons als kerk om erbij stil te staan. En om ook voor onszelf een oproep te doen, een uitnodiging. En ook een excuus voor iedereen die dat heeft ervaren. En die misschien juist ook nu nog steeds het gevoel heeft dat het moeilijk is om echt jezelf en je eigen waarde in volle volledigheid te kunnen zijn en te kunnen meedragen, ook binnen de muur van deze kerk. En ik geloof erin dat God dat, totdat hij terugkomt, weten we dat zijn werk doorgaat, maar dat we dat kunnen zien en mogen ervaren voor ieder van ons. Je bent welkom, we houden van je, we omarmen iedere cultuur en iedere achtergrond. Wat je verhaal ook is, ik hoop dat je het kunt delen en dat je er deel van kunt zijn en dat je het gevoel hebt, dit is mijn familie, we geven om elkaar, we leven met elkaar mee. Want dat is het meest mooie wat we kunnen doen. En we hebben God erbij nodig om dat te doen zoals hij het bedoeld heeft. Dus ik wil dat moment nemen en ik hoop dat het je raakt. Ook al heb je misschien niet zo'n beleving zoals sommige anderen dat hebben. Dit gebied, het gaat ons allemaal aan. Want we zijn allemaal deel van Gods Koninkrijk. En dit is allemaal één grote familie wat dat betreft. En ik hoop dat iedereen zich daar volwaardig gezien en gerespecteerd en geëerd voelt. En dat is mijn oprechte verlangen, dat we dat kunnen bouwen als kerk. Dus dat zijn bijzondere dingen. Hey, en dan wil ik de tijd nemen om Kees aan te kondigen. En dan wil ik de tijd nemen. We hebben vanmorgen al een bijzondere dienst gehad. En misschien is het juist wel goed dat vandaag Kees bij ons is. Want ik denk, wat het uiteindelijk ook heeft het allemaal te maken met ons hart. En de zachtheid van ons hart. En het openen van ons hart voor elkaar, voor elkaars verhaal. En laten we nou net iemand hebben die praat over ons hart. En Kees, daarom vind ik het leuk. De meeste van ons kennen jou nog niet. En dat is ook wel eens een keer leuk. Maar het is een bijzondere ochtend geweest. En wat jij doet is eigenlijk, hoe ik daar woorden aan wil geven is, we kennen elkaar inmiddels van vooral het afgelopen half jaar. Ik heb de nodige uren bij jou doorgebracht. Met Chelsea, alleen, met Eelt en Mathilde. Je hebt gisteren en ergens nog met CLC Breda gewerkt. Maar wat jij doet is eigenlijk proberen die dingen te doen die in ons hart leven, die in ons hart zitten. Misschien dingen die vastzitten die we met ons meedragen van vroeger of van recent. En te zeggen, daar gaan we het over hebben. Daar moeten we naar kijken. Daar wil God iets mee. En dat is belangrijk, dat hebben we nodig. En ik vond het zo mooi hoe je dat vanmorgen hebt gedaan. En ik beloof je mensen, dit is een bijzondere dienst, een bijzonder moment. En gaaf dat je bij ons bent. Sommigen noemen je de hartdokter. Op het emotionele vlak dan. En ik denk dat dat precies is wat we vandaag mogen verwachten. Ben je klaar voor een mooie operatie in je hart? Het werk van God en het werk in onze emoties. En daardoorheen geloof ik dat God door jou tot ons gaat spreken. Mooi. God is goed. Is er iemand die dat gelooft? 3 mensen. Ja, oké. Okay. Leuk, hè? Vanmorgen was echt heel leuk. Ik heb een paar boeken meegenomen.
Alleen, ja, deze is uitverkocht, maar die kan je altijd nog via de site kopen. Maar het leek net de dolle dwaze dagen van de Bijenkorf. Mensen, oh, ja, ze zijn ook goed te boeken. Niet omdat ik ze geschreven heb, maar ik hoor van zoveel mensen. Ja, als je mijn preekje leuk vindt, maar ik heb eigenlijk geen preekje. Mijn kinderen zeggen, pap, je kan niet preken, je kan alleen maar verhaaltjes vertellen. Dat deed Jezus ook, hè. Het gaat om Jezus, hè, vanmorgen. Dat snap je, hè. De Bijbel zegt, niemand heeft ooit God gezien. Maar Jezus, die aan de borst van de Vader rust, die heeft hem ons doen kennen. En dat is het. Zonder Jezus was mijn leven leeg. Had het geen zin. Had ik geen identiteit, geen gezonde identiteit. En ja, het gaat echt om hem vanmorgen. Oké, ik begin met mijn eerste slide. Love is the answer. Ja, daar is die. Love is the answer. It doesn't matter what the question is. Die heb ik eigenlijk eerlijk gezegd gestolen van een chocoladefabrikant. Want eigenlijk is het, chocolate is the answer. It doesn't matter what the question is. Snap je? We hebben allemaal op voor onszelf een bepaalde manier van pijn verdoven. En bij de ene is het chocolate en bij de andere is het dit, bij de andere is dat. Je weet het zelf wel. Ja, het is heel wonderlijk hoe ik hier gekomen ben. Pastor Erhard en Mathilde, die zijn naar pastor Betsy in Engeland, geloof ik dat ze zit, ja. En ja, hij zocht de beste spreker van Nederland voor vanmorgen. Maar die kon niet. Toen dacht hij, dan wil ik de beste spreker van CLC. En die kon ook niet. En toen zei hij, Kees, kan jij komen? Ik zei, ik doe het wel. Snap je het? Oké. Okay. Ja, ik ga je een verhaaltje vertellen. Er was een man die met een prachtige gele Lamborghini, een CEO van een firma. En die had een meeting ergens in de bergen in Spanje in een hotel. En daar ging hij naartoe en op een gegeven moment begon zijn Lamborghini, hoe geel hij ook was, te sputteren. Prop, 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 en hij viel stil. En hij liep een stukje en hij denkt, ja, ik moet toch hulp zoeken. En dan zag hij daar een klein kloostertje en hij klopte op de deur van het klooster. En hij zei tegen pater portier, is er iemand die verstand heeft van Lamborghinis? Die pater zei, nee, wij zijn God aan het prijzen en aan het bidden. En nee, we zingen psalmen, maar we hebben geen verstand van Lamborghinis. Heeft u dan misschien een auto? Want ik moet dus naar boven en de mensen zitten op me te wachten. Nee, zit hij, we hebben ook geen auto. Hij zei, heeft u dan misschien een fiets? Nee, we hebben ook geen fiets. Wat heeft u dan? Hij zei, nou, we hebben een ezel en die mag u wel even lenen. Hij zei, maar hoe werkt dat dan? Hij zei, nou, als je wil dat hij vooruit gaat, zeg je praise the Lord. Oké, praise the Lord. Dan gaat hij vooruit. En als je wil stoppen, zeg je Deo gratias. Oké. Hij op die ezel, zonder teugels gewoon. En hij zei, praise the Lord. En hup, die ezel ging vooruit. En nou, toen deed hij weer een beetje langzaam. Praise the Lord. Nou, hij ging weer vooruit. En op een gegeven moment kwam hij bij een ravijn. Maar hij draaide niet om. En hij ging niet naar links en niet naar rechts. En ik dacht, oei, wat nu? Hij moet stoppen. Hij zei, stop. Ja, maar dat hoorde die ezel niet. Die begreep dat niet. Zei hij, wat moest ik ook alweer zeggen? Deodorant. Nee, hij wist het niet. En ineens zei hij, Deo gratias. En gelukkig stopte die ezel net 1 millimeter voor die ravijn. En toen keek hij over die ravijn heen en toen zei hij, praise the Lord. Ja. Humor is goed in het leven, is goed voor het hart. Ik als hartdokter weet dat mensen die depressief zijn, die moeten gaan houden van zichzelf. Dat is eigenlijk heel snel iets, hè. Waarom hou je niet van jezelf? Ja, hier houden jullie allemaal wel van jezelf. En de eerste dienst ook, maar in andere gemeentes waar ik kom, daar houden de mensen niet van zichzelf. Gek, hè? Gek, hè? En houden van jezelf is de meest belangrijk iets wat je kan doen in je leven, omdat de meeste tijd ga je niet met anderen doorbrengen, maar met jezelf. Ik heb bij mezelf heel veel problemen gehad om alleen te zijn met mezelf. Stilte kon ik niet tegen, alleen zijn met mezelf. Ik moest bellen, ik moest kijken, filmpjes kijken, dingen doen. Waarom? Waarom? Ik werd gek van mezelf. Ik vond mezelf niet leuk. En nu kan ik zeggen, ik hou van mezelf voor 100% zoals God van me houdt. En ik ben gelukkig. Ik denk dat ik een van de weinige mensen ben in een plaatsje waar ik woon, midden in het bos, in Loon op Zand, in een blokhut. En ik kan zeggen, ik ben gelukkig. Dat kon ik vroeger niet, hè. Maar goed, daar komen we dadelijk op. Nog iemand waarvan ik pas geleden contact mee had, en dat is Michael Pilacic. Zijn er mensen die hem kennen? Hij is discjockey van Radio 538 geweest. Prachtige stem heeft hij ook. Echte radiostem. Hij is miljonair geworden door allerlei media
programma's op te zetten. Hij heeft ook tv-programma's gemaakt. En op een gegeven moment zei hij van, ik werk te hard en ik ben eigenlijk biljonair. Dus waarom zou ik nog werken? Hij heeft zijn geld aan vrienden gegeven en gezegd, luister, ga dit voor mij. Dat waren vermogensbeheerders. Jullie maken altijd van een beetje geld, meer geld. Dus hier is het. Ik ga een zeilboot kopen en ik ga een jaar rond de wereld. En dan kom ik terug. En je mag me niet bellen wat er ondertussen gebeurt. Want dan maak ik alleen maar zenuwachtig van en dit en dat. Jullie doen het goed en we zien wel. Na een jaar komt hij in Miami, waar ook zijn schoonouders woonden. En hij komt in dat hotel en hij denkt, ik ga toch eens even bellen hoe het met mijn miljoenen is. Dus hij belde die vrienden op en zei ze, we hebben geen goede boodschap. Dus allerlei dingen zijn er gebeurd. Je kapitaal is verdampt. Je bent geen miljonair meer. Je hebt 2 miljoen schuld. Wow. En toen stond hij boven op het hotel, echt waar gebeurd, vertelde hij aan mij. Toen keek hij naar beneden en toen denkt hij bij zichzelf, als ik spring, krijg ik daar spijt van. Toen dacht hij heel goed na. Toen denkt hij, ja, ik ben eigenlijk van niks miljonair geworden. En nu heb ik niks meer. Ik ga het nog 1 keer proberen. Hij is teruggestapt van het dak van het hotel. Hij heeft een vriend gebeld en hij zei, joh, ik zit zo in nood, wat moet ik doen? Hij zegt, ik raad je aan naar Tibet te gaan. In Tibet, daar zitten monniken en daar kan je naartoe. En dan moet je gewoon eens een halfjaartje of een jaartje zitten en kijk maar eens wat er met je gebeurt. Hij zei, dat ga ik doen. Hij in Tibet klopt op de deur van het klooster en een monnik doet open. En hij zegt, meneer, ik ben mezelf kwijtgeraakt. Toen zegt hij, bent u wel eens in Tibet geweest? Hij zegt, nee. Hij zei, dan gaat u uzelf ook niet terugvinden hier. Hij zei, waar bent u uzelf kwijtgeraakt? Hij zei, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Hij zei, weet je waar je jezelf kwijtgeraakt bent? In je hart. En je moet terug naar je hart, want daar ben je je kwijtgeraakt. Er zijn vanmorgen hier mensen die zijn zichzelf kwijtgeraakt. En jij, als ik jij tegen u mag zeggen, en jij moet terug naar je hart. Daar waar God woont, daar waar Jezus woont. Daar waar Jezus jouw emotionele vaartje kan vullen. Waar hij jouw pijn en teleurstelling en van alle dingen die je gekregen hebt toen je de oersoep van je jeugd aan het drinken was. En veel van die oersoep is niet gezond geweest. Er waren woorden bij tegen je vader gezegd, je bent niet goed genoeg, je mag er niet zijn. Of hij was er helemaal niet. En al die dingen. En ik als hartdokter, als therapeut, als degene die dat doet, heb daar ervaring mee. Dat mensen dingen maar vaak moeten vergeven. En we hebben het gezien. Weet je wat ik zo prachtig vond? Toen onze koning eigenlijk vroeg om vergeving, vergiffenis, hè, zei hij letterlijk, vergeving vragen. Ik zal je zeggen dat daar een geheim achter zit. Maar ik ga eerst een ander verhaaltje vertellen. Er was een arts. En dat is een slide, ik weet niet of we die ook hebben. Die van hou van jezelf. Eens even kijken, die komt er zo aan. Is die er? Nee, geen slide. Ja, er is die. Er was een arts in Amerika en die had een groot ziekenhuis. En die had 15 andere artsen die daar werkten. En hij had zowel psychische patiënten, mensen die geestelijk ziek waren. Maar hij had ook mensen die fysiek problemen hadden. En die andere artsen aan hem vroegen bij een vergadering bij elkaar. Hoe komt het nou dat bij jou 75% van de mensen binnen 14 dagen weer genezen zijn? En het maakt niet uit wat ze hebben. En dat die weer naar huis kunnen en bij ons maar 15 of 10%. En toen zei hij, ja, dat weet ik ook niet. Ze zei, wat is je geheim? Wat doe je elke dag met die mensen? Hij zegt, elke dag vraag ik ze 5 minuutjes bij mij. Ik vraag ze 5 minuutjes om bij me op het kantoor te komen. En dan heb ik een klein gesprekje met hun. En de mensen die niet kunnen, dan ga ik even naar het bed toe. En dan vraag ik 3 dingen. En je ziet ze hier. En dan vraag ik, hou je van jezelf? Heb je al liefde ontvangen en gegeven vandaag? En de 3e vraag, heb je iedereen vergeven, inclusief jezelf? En vandaag wil ik aan jullie vragen, hou je van jezelf? Heb je al liefde ontvangen en vergeven vandaag? En heb je iedereen vergeven, inclusief jezelf? Want als je niet vergeeft, dan weet ik meer als hartdokter. Als je niet vergeeft, dan ben je als iemand die rattenvergif drinkt en denkt dat de ratten eraan doodgaan. Jij gaat eraan dood. Er is niets zo genezend voor een mens als vergeven. Daarom ben ik niet alleen blij voor jullie dat de vergeving is uitgesproken, maar ook voor Nederland. Want Nederland kan alleen gezond worden als ze vergeven wat ze anderen hebben aangedaan. Amen. Dus het is ook goed voor het Koningshuis. Het is ook goed voor de regering dat je zegt, sorry, we hebben het fout gedaan.
Matteüs 22, vers 36. Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Jezus die was met zijn apostelen daar en daar kwamen dus wat fariseërs, sadduceërs, schriftgeleerden, theologen. Theologen, het zijn mensen die veel thee drinken, hè? Dat weten jullie. Hè? Dus theologen waren daar en die zeiden, meester, wij hebben de 10 geboden, maar die raken we niet aan. We hebben er nog 500 of 560, geloof ik, bij verzonnen. En we nou hebben er 500 zoveel. En maar wat is nou, rabbi, want u bent de rabbi, wat is nou het allerbelangrijkste gebod? En Jezus zegt, God is één. En dan zegt hij, gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart, het hart hè, met geheel uw ziel, de emoties en de wil en het verstand, en met geheel uw verstand. Dus met je data, dat zit hier, je data, met je hart en gevoelens en je ziel. Ziel zit hier hè. Toch? Je voelt, hè? Als je verliefd wordt, voel je hier. Als je boos wordt, voel je hier. Toch? Dat is het grootste en eerste gebod. En dan zegt hij, ja, je hebt het eerste gebod, maar er is er nog één, het tweede. En die is daaraan gelijk. Hij zegt, daar is nog een voorwaarde aan, want die tweede is eraan gelijk. En die tweede is, ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Nou, bij de meeste mensen is het zo dat ze van hun naaste willen proberen te houden, maar niet van hunzelf. En dat werkt niet. Als iemand niet van zichzelf houdt en die zegt, Kees, ik zie jou zitten, ik hou van jou, dan heeft dat voor mij nul waarde. Waarom? Ze weten niet wat liefde is. Nou, in deze kerk wel, maar in andere kerken waar ik kom, daar weten ze het niet. Daar weten ze niet wat liefde is. En weet je wat ook? God kan heel de dag, 24/7, kan die liefde in jouw hart uitstorten. En ermee bezig zijn en de geest over je heen en dat je je geliefd voelt. Maar als je niet van jezelf houdt, kan je niet ontvangen. Weet je wel, de gebod zegt, hè, dus vraagt en het zal u gegeven worden. Zoekt en ge zult vinden. En God geeft. Dus onze taak is vragen. Dat is niet zo moeilijk, hè? Vragen, dat kunnen we. Hè? Vragen. En dan is Gods taak is geven. Maar dan komt het allermoeilijkst en dat is ontvangen. En de meeste van jullie, ja, niet hier, andere kerken. De meeste van die mensen, die kunnen niet ontvangen. Waarom? Omdat ze zichzelf afwijzen. Ze houden niet op een gezonde manier van zichzelf, waardoor ze alles missen. Ze alles missen. Ik wil eigenlijk even dit zeggen. Dit is bijvoorbeeld jouw emotionele vaartje. Dit is jouw vaartje. En Jezus zegt, ik wil dat vullen. Johannes 10 vers 10, hij gaat gieten. Gaat hij gieten zo. En dan zegt hij, leven in overvloed. Hij giet door. Hij zegt, nee, Jezus, stop, het is vol. Hij zegt, nee, de bedoeling is dat het overvloeit. Want wat hierin zit, is voor jou. Wat er overvloeit, is voor jouw kinderen, jouw maatje, jouw vriend, jouw vriendin, je echtgenoot, noem maar op. Bij de meeste mensen, niet hier, maar in andere gemeentes, is het zo dat ze geen bodem hebben onder een emotionele vaatje. En die bodem is jouw eigen waarde en zelfbeeld. Dus de manier waarop jij naar jezelf kijkt, of waar je denkt hoe God naar je kijkt. Nou, misschien zit er dan wel een bodem in. Maar weet je wat het dan ook vaak is? Het is vaak een vergiet. Een vergiet, weet je wel? Dus er komt iets in. Dus ik heb de eerste dienst heb ik gesproken, hetzelfde thema. En dan komt iemand bij zijn auto en zegt zijn vrouw, leuk hè, wat Kees zei hè? Leuk, mooie preek hè? Ja. Wanneer heeft je dan aangesproken? Hij denkt, ik weet het niet. Ik weet het niet. Hij heeft met zijn verstand verhaaltjes gehoord, maar zijn hartje is niet heeft geen satisfaction gehad. Ken je dat van de Rolling Stones? I can get no satisfaction. And I try. En dat zijn de meeste mensen die in mijn blokhut komen, mij bezoeken met hartpijn, met emoties, met verdriet. Verdrietdokter noemen ze me ook al. Die zeggen, and I try, en het lukt gewoon niet. Kees, jongen, je hebt het over het geweldige christen leven, maar ik voel me ongelukkig. En dat snap ik. De volgende tekst, Jeremia 29, vers 11. Want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord van de Heer. Gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. En hoopvolle toekomst, daar gaat het om. Hoopvolle toekomst. Ik ga je het vertellen. Ik ben van mijn beroep ben ik importeur van modekleding. Ik heb 2 jaar geleden mijn zaak verkocht, mijn huis verkocht, alles. Maar in 2004 gebeurde er iets tragisch. Mijn vrouw ging bij me weg. Dan was ik ook niet zo'n leuke partner. Ik leed ook aan een persoonlijkheidsstoornis van narcisme.
En narcisme is niet wat de mensen denken dat hij van zichzelf houdt. Nee, die haat zichzelf. Daarmee heeft hij het nodig dat alle aandacht, alle dingen op hem gericht zijn. Ergens is de meest ongelukkige mens op deze aarde is een narcist. En ik weet dat. En ik weet het heel goed. En ik snap ook dat mijn vrouw weggegaan is. En ja, op een gegeven moment ging ze weg en ik bleef met de kinderen achter. Kinderen waren in de leeftijd van 18, 23. En mijn dochter ging net op punt, stond op punt om het huis uit te gaan ook. En ik bleef achter en ik sprak ook het evangelie in de kerk altijd gedaan. En toen dacht ik, joh, en met zo'n scheiding, ja, dat gaat ook niet de zaak te goede komen. Dus mijn zaak die ging bijna failliet. En toen dacht ik bij mezelf, jongen, Kees, wat heb je er een zootje van gemaakt? En kan je nog wel blij zijn? Ik dacht, nee, ik kan niet meer blij zijn. En wat doe ik dan? Dat doe ik al 35 jaar. Dan ga ik naar een klooster. En toen ben ik in de klooster, in een stilteklooster gegaan. En ben ik over na gaan denken. En mijn allergrootste vraag was, hoe denkt God nu over mij? Daar dacht ik aan. En er was een monnik daar, die was altijd een arts geweest, een beroemde arts uit België, die het klooster ingegaan is. Ik denk, ik ga het aan hem vragen of hij me kan helpen. En ik zeg, pater, luister, ik heb een probleem. Hij zei, ik kom naar je cel toe en we gaan erover praten. Ik zeg, hoe denkt God nou over mij? Ja, Casey, dat is een goede vraag, zei hij. Hoe denkt God over mij? Hij zei, maar jij bent toch een bijbeltijger? Ik zei, ja, maar. Ik zei, ja, ik weet, ik ben vroeger ook katholiek geweest, heb ik mijn wortels, katholiek gezin. Maar ja, hij zei, nu ben je een evangelische tijger en je spreekt over het woord van God. Weet jij niet hoe God over je denkt? Hij zei, Jeremia 29, vers 11. Dit zijn mijn gedachten over jou, Kees. Dat is de Kees-vertalingen. Dit zijn mijn gedachten over jou, Kees. Gedachten van vrede en niet van onheil, om jou een hoopvolle toekomst te geven. Ik zei, maar ik heb helemaal geen hoopvolle toekomst. Zaak bijna failliet, mijn huis moet verkocht worden. Ik moet in de caravan, de kinderen op kamers en de zaak gaat failliet. Hé? Hoezo hoopvolle toekomst? Hij zegt, je gelooft het niet. Hij zei, schrijf die tekst nou maar op een briefje. En loop maar eens 40, 50 keer de boomgaard hier en de tuin even rond. Hij zei, en dan spreek ik je weer. Dus ik gedaan, op een briefje geschreven, had ik in mijn broek gedaan en heb ik hier opgeschreven. Dit zijn mijn gedachten over jou, gedachten van vrede en niet van onheil. Om jou een hoop voor de toekomst te geven. Dit zijn mijn gedachten over jou, Kees. Gedachten van vrede, hoopvolle toekomst, hoopvolle toekomst, hoopvolle toekomst, hoopvolle toekomst. En toen ik dat ongeveer 50 keer gedaan had, toen op een gegeven moment dacht ik, ja, ik heb een hoopvolle toekomst. Wat was er gebeurd? Het was van mijn data naar mijn hart gegaan. En ik geloofde het in mijn hart. En we gingen eten 's middags, warm eten in het klooster meestal. Omdat een klooster was waar gezwegen werd, kon je niet spreken met elkaar. Dus hij zat in de hoek daar en hij deed eigenlijk van, hey Casey, hey. Dat doen ze. Als je niet kan spreken, moet je zo doen. Hey, hoe is het? En ik deed zo, van, ja, kwartjes gevallen. En toen deed hij zo, wauw, gaaf. Maar toen moest ik maandagmorgen weer naar huis. En maandagmorgen om 10 uur had ik een afspraak bij de bank, Rabobank was ik toen, met de accountmanager en dan gingen we praten over de zaak en over het huis en alles. En ben daar, hij koffie en we zitten daar te praten. Hij zei, het ziet er niet goed uit. Ik zeg, ik snap het. En ineens werd er geklopt op de deur, kwam de directeur binnen van de Rabobank en die herkende ik, want het was een vriendje van mij geweest van hockey vroeger. En hij zegt, hey Kees, ik heb even één vraag. Kees, ik zei, ja, hoe zie jij jouw toekomst? En zonder dat ik erbij nadacht, zei ik, hoopvol. Hij zei, echt? Hij zei, ik zeg, ja, hoopvol. Hij zei, tegen die accountmanager, spullen oppakken. Jij komt even naar mijn kamer toe. Kees, vanmiddag om 4 uur zie ik je op kantoor. En ik kwam bij hem op kantoor om 4 uur. Hij zei, ik heb een plannetje gemaakt. We gaan dit doen, we gaan dat doen. We gaan jouw hypotheek verhogen, want ik kan makkelijk van je huis. We geven jouw vrouw de helft van de centen. Jouw zonen moeten in de zaak komen. En we gaan die zending van CNA, die in de haven staat en niet betaald kan worden, laten we de geld storten op een derde rekening en gaan we je er doorheen brengen. En ik wil dat je elke maandag mij even belt, maandagmorgen, hoe het gaat met de zaak. Of je komt even op de zaak een kopje koffie drinken hier. Ik zei, wow. En ik ging weg. En ik dacht, ik heb werkelijk een hoop voor de toekomst. En de volgende dag had ik zo'n deurwaarder. Had ik nog nooit gezien hoe zo'n man eruit ziet. Een deurwaarder aan de deur. Hij zei, kom beslag leggen. Ik zei, meneer, u bent verkeerd. U moet bij de buren misschien zijn, maar niet bij mij. Hij zei, waarom dan? Ik zei, ik heb een hoop voor de toekomst. Hij zegt, ik hoop het. Kan je voorstellen? Ik hoop het.
Het was echt een hoopvolle toekomst. Er zijn dingetjes gebeurd, allerlei dingen. Maar uiteindelijk heb ik een hoopvolle toekomst. Tot de dag van vandaag. En ik pluk er nu de vruchten van. Ik heb nergens gebrek aan. Ik ben echt de man van Psalm 23. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niks. Punt. Punt. Mij ontbreekt niks. Emotioneel niet. Aan financiën niet. Aan dingen niet. Ik ben echt intens gelukkig. En ik ben al 76, hè. En dan nog 80 keer opdrukken. Dat vertel ik alleen aan jullie. Weet je dat ik 80 keer opdruk? In 8 weken? Ja, niet op 1 dag. Oké. Nou, die tekst van Jeremia 29 vers 11 vond ik heel mooi. Maar ik zei tegen de Heer, ja, die heb ik nou wel een beetje gehad. Dat is net als kauwgom, heb je te lang op gekauwd, is er geen smaak meer aan. Ik zei, Heer, geef me nou voor de preek een nieuwe tekst. En ik kreeg deze, die speciaal voor jullie. Jeremia 29 vers 12. Als je wil, dan mag je hem lenen van mij. Zullen we dat afspreken? Oké. Jeremia 29 vers 12. En dan zegt hij, dus dat is het vervolg op 11, op die hoop voor de toekomst. En dan zult ge mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden. En ik zal naar u horen en dan zult ge mij zoeken en vinden. Wanneer ge naar mij vraagt met uw ganse hart, dan zal ik me door u laten vinden, luidt het woord des Heren. En dan komt het. En in uw lot een keer brengen. Vanmorgen zijn hier mensen die het nodig hebben om te horen. God gaat in jouw lot een keer brengen. Hij gaat iets doen in je leven wat boven bidden en denken is. Het enige wat jij mag gaan doen, is het werkelijk geloven en omarmen. Dan kijk ik even, ik heb nog 8 minuten. Dat is het. Dan de volgende, satisfaction for the soul. Ik zei het al, I can get no satisfaction. And I try. En dat is het. Satisfaction for the soul apart from submission to God is simply not possible. Dat zegt eigenlijk voldoening krijgen in je leven. Onafhankelijk van je onderwerpen aan God is niet mogelijk. Ik heb jaren geprobeerd, ook toen het goed ging. Denk ik, nou weet je, het gaat nu goed. Ik ga nu wat anders doen. Hè? En uiteindelijk jouw diepste... verlangen, je onvervulde behoeftes zijn niet te vullen als je je niet onderwerpt aan God. En misschien zijn er mensen die zeggen, ja, het gaat wel een beetje. Ik ga je vertellen, op de lange duur gaat dat niet lukken. En daarom zegt de psalmist ook in Psalm 63, daar heb ik even geen slide van, maar mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees verlangt naar u in een dor en dorstig land. Als je iets zoekt om je dorst te lessen, dan ga je uitgedroogd worden als je het op allerlei manieren probeert. De wereld heeft allerlei dingen aan te bieden. Allerlei afleidingen zijn er. Je telefoon, Netflix, dan noem allemaal maar op. Sporten. Maar als je niet in de intimiteit met God bent, ga je het niet redden. En hoe komt dat? Dat komt, en ik weet dat als hartdokter. Ik doe ook hartclinic seminars in een klooster en ook stilte retreats. En ik heb altijd een driehoek. En ik laat iedereen de drama driehoek zien. Dus driehoek, zet ik hier vader, zet ik hier moeder en hier jezelf. En dan vraag ik, hoe was de eerste 7 jaar van je leven? Want daar word je geprogrammeerd. Vandaag leef je voor 95% uit wat daar geprogrammeerd is. Daar leef je van. Slechts 5% maakt je keuzes. Dus alles heeft te maken met die eerste 7 jaar van je leven. En dan vraag ik, hoe was de relatie met je vader? Was die warm of koud? Lauw bestaat niet. En als je relatie met je vader koud is, dan heb je niet alleen een probleem met liefde te ontvangen, maar je hebt ook nog een identiteitsprobleem. Want een vader maakt met zijn stem van een jongen een man en van een meisje een vrouw. Dus iedereen die een probleem heeft met zijn identiteit, heeft geen vader gehad die met zijn stem jouw geest wakker maakte. Die sluimeren nog, of ze zijn in slaap of in nachtmerrie. Al de problemen met identiteit komen dat de zwijgende vaders hebben. Niet hier, maar in andere gemeentes waar ik kom. Echt. Echt. En dan vraag ik, hoe was je relatie met je moeder? En als die ook koud was, en als ook nog de relatie tussen vader en moeder koud was in de eerste 7 jaar van je leven, dan heb je K3. En dat is niet wat mijn kleinkinderen zo leuk, zo'n groepje van Belgische meisjes vinden. Hè? K3, ken je dat? Hè? Nee, K3 is een gebroken hart. En dan komen mensen bij mij in die retreats en ook in mijn blokhut, en die zeggen, ja, ik heb een gebroken hart. Gebroken hart. En het enige wat een gebroken hart geneest, is de liefde van God. En de liefde van God, ja,
Ja, weet je, ik zie zo vaak hetzelfde probleem. En dat is dat iemand bij de dokter komt en zegt, dokter, ik heb hier uitslag, eczeem. En dan zegt de dokter, ja, dan moet je babbel de bab spul op doen. Oh nee, dokter, voor babbel de bab, daar ben ik heel erg allergisch voor. Dus je krijgt iets om het te genezen, maar je bent er allergisch voor. Als jij, ik mag jij zeggen tegen u, hè, als jij een gebroken hartje hebt en je krijgt liefde van mensen, dan wuif je het af. Dan zeg je, ik wil het niet. Je kan er niet mee omgaan. Of als je partner zegt, ik hou van jou, dan zeg je heel gauw, ja, ik ook van jou. Nee, dat moet je niet zeggen. Als iemand tegen mij zegt, Kees, ik hou van jou, dan zeg ik, dankjewel. Dan pas ontvang je het. Maar je kan het pas ontvangen als je van jezelf houdt. Als je jezelf afwijst, denk je, dat verdien ik niet. De meeste mensen met burn-out hebben een issue, omdat ze altijd anderen proberen te pleasen en zichzelf wegcijferen. Wegcijferen kan je alleen uit een gezond hart. Anders ben je jezelf aan het kapotmaken, aan het saboteren. Je gezondheid, je tijd, je nachtrust, alles. En omdat mensen niet van zichzelf houden, hebben ze liefde van anderen nodig. En daarom gaan ze mensen pleasen. Oh, zal ik dit voor je doen? Ja, eigenlijk heb je helemaal geen zin. Zelfs als mensen zeggen, pastor, mag ik uw voeten wassen? Ik zeg, nee, liever mijn auto. Snap je het? Dat is een grapje, hè? En dat is het, hè? En eigenlijk wil ik eindigen met een verhaaltje. En ik denk dat dat echt tot je hart gaat spreken. Brenner Manning, die hoorde altijd op zijn verjaardag zijn moeder zeggen... Tegen de tantes, ja, je krijgt niet altijd wat je van God verlangt. En op een gegeven moment, toen Brenner Manning een jaar of 16 was, vroeg hij aan die tantes, wat bedoelde mijn moeder altijd als ze zei, je krijgt niet altijd wat je verlangt. Ze zegt, ja, ze had graag een meisje gehad en jij bent een jongen. En er was zo'n trauma in zijn leven, dat hij op een gegeven moment, hij was enorm intelligent, hij wilde ook priester worden, hij ging studeren, maar hij raakte aan de drank. En elke keer moest hij het verbergen dat hij drankzuchtig was, dat hij alcoholist was. Allerlei afkikklinieken geweest, maar het ging niet. Die pijn, die wilde maar niet wijken. En hij had iets nodig om te verdoven. Op een gegeven moment is hij een streng klooster ingegaan. Daar is ook niet gelukt. Is hij eigenlijk buitengezet vanwege zijn drankmisbruik. Toen dacht hij, ja, toen kwam hij een leuke vrouw tegen. Denk ik, ga trouwen, misschien dat mijn pijn... mis gaat doen. Maar die vrouw zei, ja, ik kan ook niet met jou leven als je zoveel drinkt. En op een gegeven moment is hij dakloos geworden, onder een brug, met een fles verkeerde drank. En daar lag hij dan. Totdat er iemand bij hem kwam en tegen hem zei, weet je dat God van je houdt? Hij zei, van mij? Dat verdien ik niet. Ik verdien niet eens dat ik leef. Hij zei, God houdt echt van je. En dat heeft zo zijn hart geraakt, dat hij denkt, als dat werkelijkheid is, dat God werkelijk van me houdt, dan ga ik ook van mezelf houden. En hij heeft daar heel veel boeken over geschreven. Oh, geweldig, geweldig. Ik vind het fijn om boeken te lezen van mensen die een leven hebben waar alles lukt. En dat ze van niks up miljonair worden zijn. Is allemaal leuk, en allemaal, maar er zijn er maar een paar. Maar ik hou veel meer van de boeken van mensen die diep gebroken zijn. Die verkeerde oersoep hebben gekregen in hun jeugd. En die uiteindelijk zeggen, ik heb een gebroken hart. En niemand is het die het kan vullen, behalve God. Augustinus zegt, je hebt een vacuüm in je hart en de enige die dat kan vullen is God zelf. Is God zelf. En ging hij opnieuw een tijd in een retret in een klooster en er werd op de deur geklopt. En er kwam een mevrouw en die zegt, mijn vader ligt op sterven. Zou u misschien willen komen? Want de voorganger wil niet, de dominee wil niet en de pastoor die wil niet. Omdat mijn vader niet in de kerk komt, willen ze niet komen voordat hij sterft. En dan zegt hij, is uw vader gelovig? Zegt ze, ik weet het niet. Hij zei, kom wel. Ik zei, en ik neem ook het sacrament van het oliesel mee. Dat is om de zieken te zalven, om de sterkte voor het overlijden. En hij kwam bij die man en zag hem in bed liggen. En zegt hij, ja meneer, u bent erg ernstig ziek, weet u dat? Hij zei, ja, ik heb misschien nog een dag te leven of twee. Maar blij dat u komt, want niemand wil komen. Hij zei, maar ja, ik ben ook niet naar de kerk geweest. Ik heb ook dat niet gedaan. En ja, ik snap het wel. Er komt trouwens niemand hier. Hij zei, oh, hier staat de stoel naast uw hoofdkussen hier zo vlak bij uw bed. Ja, zegt hij, maar dat is niet voor bezoek. Hij zei, oké. Okay. Hij zei, waar is die dan voor? Hij zei, pater, ik zal het u uitleggen. Ik heb heel erg veel pijn en de medicijnen helpen niet meer. En als de pijn te groot is, dan leg ik mijn hand op de stoel naast mijn bed. En dan voel ik dat de pijn minder wordt. Hij zegt, want daar zit Jezus. En ik stel me zo voor dat hij mijn pijn wegneemt. Wat heeft hij toch beloofd? Hij zei, het werkt ook. Oké, zegt hij. Dus ik hoef niet te vragen of u weet waar u naartoe gaat. Hij zei, nee, ik ga naar de hemel, naar Jezus toe. Ik ben zijn vriend. Oké. Hij zei, nou, ik ga voor u bidden en we zien wel.
En hij zei tegen de dochter van, ik heb met uw vader gepraat, het gaat wel. Maar wilt u me alsjeblieft bellen, want hij denkt dat hij snel doodgaat. Hij zegt, pater, we bellen u als hij overleden is. Hij zei, dankjewel. Hij ging terug naar het klooster. De volgende dag ging de telefoon, die dochter aan de telefoon. Ja, pater, ik wil u even melden. Papa is vannacht overleden in zijn slaap. Oh, zei hij, van harte gecondoleerd. Maar er was wel iets vreemds, zei ze. Wat was er dan? Nou, hij lag met zijn hoofd op de stoel en zijn handen omarmden de stoel. En ik begrijp niet wat er gebeurd is. En Brennan Manning zegt, ik snap het, mevrouw. Dank u wel. Ik begrijp het. Oh, u begrijpt het? Ja, ik begrijp het. Wat heeft die man gedaan? Toen hij voelde dat hij alleen was en zijn laatste adem moest gaan uitblazen, omarmde hij Jezus voor de pijn. En hij wist, zoals Jezus in de schoot van de Vader is, zoals Johannes aan de borst van Jezus was, zoals Jezus zelf aan de borst van de Vader is, zo mogen wij, als we het leven niet meer aankunnen, aan de borst van Jezus komen. Wauw. Wauw. En ik wil even teruggaan naar die tekst. Hij zal aan jouw lot een keer brengen. En de Heer zegt me heel duidelijk dat hier mensen zijn die dat nodig hebben. En ik wil dat je je ogen sluit. En als God tot je spreekt door deze boodschap, dat je gaat staan. En dat je zegt, Heer, dank u wel dat u in mijn leven een keer gaat brengen. Ga staan, ga staan, dank je wel. Dank je wel dat je gaat staan. Dank je wel dat je het ook... Ja, ik ga zeggen, God gaat in jouw lot een keer brengen. Wow, geweldig. Super, geweldig, geweldig. En ik ga over jullie bidden. Ga staan. Als je voelt dat jij hier bent, ga staan. En God gaat een keer brengen in je lot. Wat het ook is. Of het ziekte is. Of een nieuwe baan die je nodig hebt. Of het is financiële tekorten. Of het is wat het dan ook is. God gaat boven bidden en denken in jouw lot een keer brengen. Vader, dank u wel. Vader, dank u wel dat u voor iedere ziel die opgestaan is, voor ieder hart wat verwond is, voor ieder hart dat geleden heeft, onder wat voor dingen dan ook. Of het over de slavernij gegaan is, of over een jeugd met verkeerde oorzaak. Dank u wel dat u die mensen gaat genezen van een gebroken hartje en dat die in jouw lot een keer brengt. Wees gezegend in Jezus' naam. Amen. Amen. Ga zitten. Dank je wel.